Dit is dagelijks plekje waar ik langskom, 's morgens vroeg en 's avonds laat als ik naar mijn studio toe ga hier. En ik zit hier vlak achter. En dan fiets ik hier langs of ik loop langs de zee. En ik geniet zo ontzettend dan altijd. Als je hier dan langs loopt en je beseft dat er al zoveel jaren hier genoten wordt van de zee. Maar dus ook door een keizerin uit helemaal uit Oostenrijk. Keizerin Sisi. En ter nagedachtenis aan het feit dat ze hier kwam in 1884, 1885, is er in 2004 een beeld geopend. En dat was, oorspronkelijk was dat een betonnen constructie, maar die moest het gauw laten afweten tegen de elementen hier, zout en wind. En dat beeld dat brokkelde af. En toen heeft een Zandvoortse kunstenares, een aantal jaren later, die heeft toen dit beeld gemaakt. Wat eigenlijk veel mooier is als dat betonnen beeld destijds. Dus dit is helemaal van brons gemaakt en staat hier prima. En ze kijkt zo uit over de zee. En zij geniet hier van het uitzicht van zee. Sisi was dus de keizerin daar in Oostenrijk en later werd ze ook koningin in Hongarije. En ze had last van de gezondheid. En toen kwam ze hier met de dochter, Valerie, kwam ze naar Zandvoort toe met de trein. Met een gevolg van 15 man. En toen zaten ze hier aan de overkant in Hotel Kaufman. En vandaar dat ze deze plekken ook hebben gekozen om te laten zien waar ze haar favoriete plekje was. Maar Sisi had last van jicht en daarvoor werd ze ook in behandeling genomen door een dokter in Haarlem. Een dokter Metzger. En die man die bezocht ze dan dagelijks, dus ze reisde op en neer tussen Haarlem en Zandvoort met de trein. Nou, de rol van Sisi werd oorspronkelijk vertolkt in 1930 of zo door de 16-jarige Romy Schneider. Maar in Nederland hebben we natuurlijk een echte artiest. En, nou ja, niet dat dat geen echte artiest was, maar Pia Douwes. Die vertolkte die rol grandioos. En die kwam dus aan in 2004 met de trein. En het hele station dat stond vol met mensen. Paard en wagen stonden klaar. Ze ging de trein in met de burgemeester toen. En ze reden hier over de boulevard naar deze plek waar het beeld werd onthuld. Met de burgemeester, met de plaatselijke pers. Iedereen was er. Het was een fantastisch evenement. Nou, dit is een van de filmpjes die ik heb gemaakt als producent van de filmpjes van over Zandvoort, Zandvoort TV, die al heel vroeg in de etalages draaide in het dorp hier, toen ik hier kwam wonen, zo'n 30 jaar geleden. En dat heb ik eigenlijk zo'n beetje met mijn filmclub, dat zijn professionele filmers, die kregen dan de opdracht van film is deze festiviteit of dat. En daar hebben we iets leuks van gemaakt.